Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. En in deze video ga ik, nou ik weet niet of het iets heftigs is, maar ik kwam op een TikTok-account terecht van een stel. En zij leven volgens mij in Cambodja en zij noemen zichzelf High Raw Vegan. Wat inhoudt dat ze eigenlijk vooral raw eten, maar voornamelijk heel veel fruit. En dat ga ik vandaag zoveel mogelijk proberen na te bootsen. En te zien wat het met mij doet. Want ik zag deze video en ik dacht, nou, als ik nou ergens alleen maar fruit kan eten, of bijna alleen maar fruit, dan is het wel in Oeganda. Dus ik zou zeggen, let's go! Twee mandarijnen zien eten, of tenminste, ja, volgens mij noemen ze het hier sinaasappel. Het is een beetje, het zit er een beetje tussenin. Officieel eten zij kiwis en daarna eten zij een jackfruit. Nou, ik zweer het je eerlijk, het was me niet gegund of zo. Ik heb me helemaal suf gezocht naar een jackfruit. I couldn't find. Maar ik ga deze zoektocht nog niet opgeven. En omdat zij niet één, niet twee, maar drie mango's bij de lunch nemen, dacht ik, ik ga dit gewoon nu als ontbijt nemen. En dan hoop ik dat die jackfruit, ja, ergens bij de lunch komt. Mocht je trouwens denken, kind, je praat een beetje hees. Ik ben een beetje verkouden. Maar ja, ik denk dan ook alweer, misschien is dit juist wel de challenge die je moet doen als je verkouden bent. Ik ga even deze mango's opensnijden en daar even van genieten. En dan hoop ik dat ik jullie straks zie met een jackfruit. Echt jongens, ik ben gewoon de hele buurt rondgelopen op zoek naar dat ding. Het land van de jackfruits laat me in de steek. De pit heb ik er nog tussen gelaten om lekker af te kluiven. Oh, dit is zo lekker. Wat ik trouwens zo leuk vind aan dit kanaal. En ook trouwens aan de cultuur hier. Het is hier gewoon heel normaal om met je handen te eten. En ik heb het idee dat de westerse cultuur, zeg maar echt Europa, Amerika, die. Dat die het heel normaal vinden om met zijn vork te eten. En dat dat er een soort van beschaving is. Ik heb wel, ik weet niet, het is zo goed om ook structuur te voelen met je vingers. Ook trouwens voor kinderen. Het is heel goed om te voelen hoe voelt nou mango. Hoe voelt nou, nou ja, weet ik veel, rijst. Gewoon een hele andere structuur. En zeker ook kinderen leren ook gewoon met hun handen. En ik moet zeggen dat ik het echt heerlijk vind om met mijn handen te eten. Ik weet niet wat het is. Maar het heeft een andere vibe of zo. Ik weet het niet. Ik vind het helemaal lekker als je bijvoorbeeld zo'n messen hebt. Messen, heet dat zo? Met zo'n heel bord met allemaal, nou ja, dips en dingen. En dan brood erin dip. Oh, dat je eigenlijk gewoon een beetje brood als lepel gebruikt. I love that. Oh, ik vind het dus ook echt heerlijk. Meteen de vraag van de video. Eet jij wel eens met je handen? En zo ja, wat? Volgens mij, ik heb het idee dat in de westerse cultuur een boterham eten met je handen normaal is. Maar voor de rest moet je echt niet met je handen eten, want dan ben je barbaars. I love it. Misschien vind je dit trouwens vreselijk om te zien. Ik ga maar hier even off-camera van genieten. Maar jongens, het leven is goed. Oké, lieve mensen, ik ben toch nog een keer naar de markt gegaan. Ik heb daar een papaya gehaald. En ook bananen. Hier ga ik die nog een keer als snack eten. Maar ik heb ook ergens passionfruit. En ik ga nu een halve papaya met passionfruit eten. En ik heb ook al wat groentes gehaald voor vanavond. Ik merk wel
met dit soort challenges. Ergens vind ik dat super inspirerend. Als ik die mensen zo zie eten, denk ik, oh, dit wil ik ook. En ik merk nu al, ik vond die 3 mango's echt super lekker. Daar niet van. Deze papaya gaat vast ook lekker smaken, maar ik ben er nu alweer klaar mee. Ik wil gewoon dan, ik zal er nu gewoon een bak groentes willen. Het is niet dat ik een Big Mac crave of zo, maar ja, ik weet niet. Ik zal dus echt dit soort dingen, dit vind ik wel altijd inspirerend. Maar ik zal gewoon zelf niet zo kunnen eten, omdat ik dan vind dat ik mezelf misschien nog meer belemmer. En dat vinden mensen al als je vegan eet. Maar nou ja, zeker omdat het, zeker in Nederland, zeker in Nederland is vegan eten echt wel toegankelijk en kan je ook gewoon zeg maar fastfood vegan eten. Maar ja, als je ook echt alleen maar fruit eet, ik kan dat niet. Maar goed, ik ga het nu dus wel doen. Dus ik ga even een papaya eten met passion fruit. Heel misschien had ik om 4 uur mega veel trek. En heel misschien heb ik toen banaan met pindakaas gegeten. Ik heb fruit gegeten. Ja, ik ben er echt achter gekomen. Dit soort challenges. Ik vind het altijd mega inspirerend. En tegelijkertijd denk ik altijd. Het is, weet je wat het is? Het is met alles zo. Dat is, nou ja, volgens mij, dit heb ik al vaker in mijn video's gezegd. Dit is waarom diëten niet werkt. Want ik kan dit heus een week of een maand volhouden als ik mezelf ertoe zet. Maar je wordt er niet gelukkig van. Want je gaat jezelf allemaal restricties opleggen waar je niet gelukkig van wordt. En wat wel werkt, is een leefstijl waar je gelukkig van wordt. En dat hou je ook vol. En dat is ook echt gewoon wat ik ongeveer nu predik. Ik wilde zeggen het woord preach. Volgens mij is dan de Nederlandse vertaling predik. Maar goed, wat ik echt verkondig, dat is misschien het betere woord. Ik wil zo graag laten zien dat het gewoon gaat om alles eten wat je wil. En dat het geen zak uitmaakt of het nou maandag, zondag, een feestdag is, je verjaardag. Het maakt niet uit. Je mag alles eten wat je wil. En ik heb ervoor gekozen dan weliswaar om vegan te eten. Maar zoals ik al eerder aangaf, daar kan je ook gewoon best wel, nou ja, goed mee rondkomen. Hoe zeg je dat? Oh mijn hemel, ik kan gewoon niet eens meer praten. Ik heb gewoon zo'n trek. Al is het nu ook inmiddels 5:45 al. Nou, ik vind het helemaal tijd om eten te gaan koken. Ik heb wel heel veel groentes op de planning staan. De video, die zal ik trouwens hier beneden linken. Die ik, nou ja, probeerde na te doen. Wat niet helemaal is gelukt, maar goed. Maar daarin namen ze een of andere boerenkoolsalade. Ik dacht, en met sweet potato, ik dacht, nou weet je wat, we halen gewoon sweet potato van de straat. En ik heb spinazie hebben gehaald, ik kijk even naar wat er ligt. Tomaten, avocado, komkommer, wortel, ui. Dus ik dacht, ik ga gewoon die groenten ga ik wokken, als het ware. En dan halen we al voorgekookte zoete aardappel en dat gaan we samen eten. Dus super chill. Daar heb ik echt zin. Ik heb zoveel zin in dit. Dat is niet normaal. Dat had ik dus ook toen bij Janneke. Check ook zeker even die video als je die nog niet hebt gezien. Echt. Dat was ook intens. Maar ik merkte dus heel erg. En dat had ik toen ook. Dat ze, als ik dus alleen maar fruit eet. Ik kan dus wel heel goed zeg maar met alleen maar fruit ontbijten. Dat vind ik echt top. Daar hou ik van. Dat kan ik, die trend kan ik zeg maar doorzetten. Maar ik merk dat ik gewoon voor de lunch wil ik gewoon iets van een salade. Of een wrap. Of, nee, in ieder geval iets met groente en hartig. En ik weet niet wat dit is, maar dat is wat ik wil in het leven. Ik ben echt helemaal vol van dit eten. Ik ga morgen in beter licht vertellen wat ik ervan vond. Maar ik
What? I say, I'm full. I didn't say Paul. I had the eye. No, I was saying, what is with my name? No, I say full. Okay. Maar ja, ik spreek met jullie morgen in beter licht. Want ik ben vooral benieuwd hoe mijn energie dan is. Nou jongens, het is inmiddels 2 dagen later. En ironisch genoeg zit ik hier weer met hetzelfde ontbijt als van de video. Maar dat heeft ermee te maken met een andere video die volgende week online komt. En die wordt ook heel leuk. Wat vond ik van deze dag? Ik merk heel erg... Aan de ene kant vind ik altijd als ik dit soort video's zie of mensen volg... Vind ik dat waanzinnig inspirerend. Omdat ik dan denk, oh ja, en ik geloof ook heel erg in dat het gewoon goed is om heel veel groente en fruit te eten. En fruit wordt zo erg in het verdomme hoekje gezet. Want zit suikers in en daar word je dik van. Nou, sowieso het hele dik worden moeten we ook eens een keer loslaten. Dat iets ernstigs is. Ik bedoel, ja... Oprecht obesitas en daadwerkelijk overgewicht kan schade brengen aan je lichaam. Maar het hele, weet je, ik zie één vetrolletje, oh jee, ik ben dik. Nee, hou eens even op. In die zin vind ik gewoon fruit, weet je, er zitten zoveel vezels, vitamines en mineralen in. En die suikers heb je nodig voor energie. En de ironie is dat mensen zeggen, je mag niet zoveel fruit eten, maar vervolgens wel 3 Snickers naar binnen werken. Weet je, ja, hou gewoon je mond. En natuurlijk, als je echt diabetes hebt of een bepaalde ziekte waardoor je bepaalde dingen niet kan eten, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar in principe, als je gewoon niet zeg maar een bepaalde voedingsallergie hebt of ziekte, eet fruit. Desalniettemin, ik vind het vrij intens om alleen maar fruit te eten. Zowel bij de lunch, het ontbijt, als een snack. Dus eigenlijk gewoon tot het avondeten alleen maar fruit. En hoewel ik echt wel dol ben op fruit, merk ik dat het me dan een beetje tegen gaat staan. Want nu heb ik dan ook weer 3 mango's. En dat is voor een andere video. Maar ik weet dat er hierna een ander soort maaltijd komt. Waar ik echt nu al naar uitkijk. En ik ben gewoon wel echt een... ik hou van zoet, maar ik hou ook heel veel van hartig. En ik merk dat wanneer ik dus zo'n hele dag weer fruit eet. Dat ik dan eigenlijk een soort van cravings krijg. Naar hartige dingen. Ik heb dan ineens heel erg zin in crackers en brood. En nou, die pot pindakaas, die vloog ik aan gewoon. Want ik dacht, oh, ik moet gewoon iets zouts en iets vets en iets... Ik merk dat ik daar zo dan naar verlang. En misschien is dit iets wat je dan moet doorbreken. Maar ja, de vraag is ook, wil ik dit doorbreken? Want... Zoals ik ook al aan het begin van mijn video zei, heel veel mensen vinden veganisme al eigenlijk best wel veel. Dat je daarmee jezelf al heel veel restricties oplegt. Nou ja, ik ben het daar niet zo erg mee eens. Zeker in Nederland niet, omdat er zoveel vegan opties zijn. Je kan heel ongezond leven en nog steeds vegan zijn. Dus in die zin vind ik niet dat ik mezelf daarin restricties opleg. Maar ik merk wel dat ik dat ga doen wanneer ik echt alleen maar fruit eet. Of alleen maar raw eet. En ja, ik voel me daar zelf niet fijn bij. En ik ben wel een voorstander van meer fruit. Dus bijvoorbeeld zoals nu dat ik echt gewoon 3 mango's als ontbijt neem. Daar ben ik echt zeker een voorstander van. En dat wil ik ook zeker nog meer gaan integreren hier. Maar voor de lunch en voor het avondeten wil ik gewoon groenten, koolhydraten. Nou ja, fruit is natuurlijk ook wel koolhydraten, maar gewoon iets van pasta, rijst, bonen. Dat is wat ik wil. Of af en toe een cracker. En ik wil ook af en toe een zak chips opentrekken. En ik wil ook af en toe een donut nemen. Dus dat. Goed. Met dat gezegd hebben... Ga ik nog even genieten van mijn mango. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van dit eetdagboek vond. Wat jij sowieso van zo'n leefstijl vindt. Want dat is ook nog zo ironisch. Want die mensen leefden ook, nou ja, volgens mij ook in een land nou ja, waar ik nu dus ook leef. Kijk, de mango's zijn hier spot goedkoop. Die groeien hier aan de boom. Maar ga maar eens in Nederland dit doen. Nou jongen, je bent al €50 kwijt voor 2 dagen, denk ik. Voor alleen maar het fruit. Dat is echt intens. Dus het is ook wel een beetje een soort... Ja, aan de ene kant een luxe leefstijl en aan de andere kant een leefstijl wat je alleen maar kan volgen in tropische landen waar de mango's
de bananen en de weet ik veel wat allemaal aan de bomen groeien. Dus dat. Ik zeg cheers, lieve mensen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog doen. Vergeet niet te abonneren als je meer van dit soort challenges wil zien. En ik hoop je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!